Jan, Huub is vertrokken, Huub gaat. Heb jij overwogen om eenzelfde beslissing te nemen, voor je, wat betreft jouw functie? Nee, ik vind dat ik Huub maximaal heb proberen te helpen in dit moeilijke jaar bij PSV. En op het moment dat hij de conclusie trekt dat er geen klik is tussen hem en de spelersgroep, is dat zijn besluit die we respecteren en begrijpen, maar dan niet blij mee zijn. Maar wat betreft jouw functioneren, de Zwarte Piet gaat ook regelmatig jouw kant op vanwege de slechte prestaties van PSV, de onrust. Hoe voel je je eigen positie? Ja, ik voel me niet onder druk gezet, maar ik voel me wel verantwoordelijk voor de prestaties van PSV. Dat lijkt mij heel logisch. Maar daar moet je ook niet van weglopen. En als men vindt, dat of de Raad van Commissarissen, maar dat zijn de mensen met de kennis en de inzicht die er verantwoordelijk voor zijn, dat het beter gaat met PSV zonder Jan Reker, dan zal dat zeker gebeuren. Ja, maar hoe vaak wil jij nog politiebegeleiding nodig hebben om de stadion te kunnen verlaten? Ik heb geen politiebegeleiding gehad, dus waar die onzin vandaan komt weet ik ook niet. Maar ik ben gewoon naar mijn auto gelopen met Frank Wijweld en er was helemaal niemand meer. Toen ben ik naar huis gereden. De algemeen directeur, die zal er ook zorgen voor moeten dragen dat het weer goed gaat met PSV. Hoe zal dat op de korte termijn moeten? Op de korte termijn is het zo dat de groep aangegeven heeft dat ze met Dwight en Jan verder willen. Waarin ik zelf gevraagd heb aan Philip Cocu om zoveel mogelijk tijd die hij heeft ook beschikbaar te stellen aan, bij de eerste helft al. Een soort tweede assistent? Ja, dus wat minder bij de A1 zijn waar hij nu stage loopt en wat meer bij het eerste zijn om dat te vervangen. Nou, Philip heeft gezegd dat hij PSV graag wil helpen. En wat er op de langere termijn gaat gebeuren en hoe lang die termijn is weet ik niet. Dat zullen we in de toekomst af moeten wachten. Want je kan me voorstellen dat we niet als woensdagmorgen Huub zegt van... ik lever mijn contract en ik wil mijn contract beëindigen. Dat er alle trainers in de auto zitten wachten om op het veld te gaan staan. Ja, de vorige keer toen Koeman vertrok had je een lijstje met drie namen. Zijn er nu weer zulke soort lijstjes? Nee, er is zelfs helemaal nog niet over gesproken. Natuurlijk hebben we wel onze gedachten. Maar eigenlijk heb ik aan het vertrek van Huub niet willen denken. En we gaan er nu met alle rust over nadenken. En voorlopig hebben we de rust door Dwight en Jan en eventueel bij Philip voor de groep te zetten. Is het streven om de nieuwe hoofdtrainer al dit seizoen in te passen? Of is het ook heel goed denkbaar dat het pas het volgende seizoen ingaat? Wat belangrijk is dat we de juiste coach aantrekken. En of die nou nu beschikbaar is voor het volgende seizoen, dat is het tweede. Maar de bedoeling is eerst om een goed profiel te maken. Daar de juiste naam bij te zoeken. En dan kijken of we die trainercoach kunnen contracteren. Nou branden er wat namen op mijn lippen, maar dat heeft weinig zin geloof ik. Hè? Het heeft helemaal geen zin, maar hoe meer namen jullie noemen, hoe makkelijker het voor ons is, dan hebben we zeker niemand vergeten. Nou, ik zal eens een mooi lijstje ingeleveren. Tot slot, je was emotioneel geraakt doordat Huub Stevens bekend maakte dat hij het hier niet meer zag zitten. Aan de andere kant misschien toch ook enigszins opgelucht dat er een einde komt aan deze martelgang van meer dan een half jaar? Nee, dat emotioneel geraakt had met twee dingen te maken. Ik heb ook nog een hele zware begrafenis gehad van een vriend die heel plotseling overleden is. En dat kwam in dezelfde dag krijg je dat maar Huub te verwerken. En ik moet zeggen, dat is hem heel zwaar geworden. Maar ook alleen het feit dat Huub zijn contract inlevert als oud-collega heeft me heel veel gedaan. Ja, maar aan de andere kant is er nu ook reden om aan een nieuwe start te beginnen, zeg maar. Terwijl de situatie met Huub Stevens eigenlijk een doodlopende weg leek te zijn. Huub heeft zelf gezegd, ik ben aan een dood paard aan het trekken. Het gaat me niet meer lukken. Dat hebben we gerespecteerd. En op dat moment gaat je visie weer naar, om in jouw termen te blijven, naar een nieuw paard.